Eindhoven krijgt er een nieuw evenement bij: Rol over Eindhoven, een rolstoelmeerdaagse. Het Rode Kruis overhandigde gisteren de plannen aan Wethouder Viers. Het doet mij heel veel plezier om uh, u vandaag dit plan van aanpak, versie 1.0, uh, aan te bieden van het evenement Rol over Eindhoven. Een uh, nieuw evenement wat uh, Eindhoven op de kaart gaat zetten, uh, richting uh, begrip voor uh, de minder valide uh, medemens. Tijdens Rollover worden allerlei activiteiten georganiseerd voor mensen met een handicap. Rollover Eindhoven moet je zien als een soort paraplu-evenement. Waaronder een groot aantal events hangen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan toertochten voor rolstoelers, een kidscircuit. Uh, een uh, rolstoel wandeltocht voor mensen die niet meer zelfstandig in een rolstoel zich voort kunnen bewegen. Er komt een snelheidscriterium, maar er komt bijvoorbeeld ook een symposium, waar we met bedrijven en uh, maatschappelijke instanties over het thema zelfredzaamheid voor rolstoelers uh, discussiëren en waar we kennis uh, kunnen delen. Er komt een infomarkt en heel belangrijk, er komt ook een hindernisbaan, waar valide mensen het leven in een rolstoel uh, aan den lijve kunnen ondervinden. Maar rolover is ook bedoeld om mensen met en zonder rolstoel dichter bij elkaar te brengen. We willen duidelijk uh, proberen om uh, de verbinding tussen uh, de burgerij. En de minder valide mensen in onze burgerij, om die, mensen, die groepen mensen dichter bij elkaar te brengen. Dat is onze ambitie. Nou, ik vind het een heel goed initiatief, omdat het voor, door vrijwilligers wordt georganiseerd. Dat is volgens mij heel erg belangrijk. En deze vrijwilligers zijn dus met elkaar bezig om een belangrijk maatschappelijk thema. Namelijk het samenleven en ook de zelfkracht van mensen om dat op de agenda te krijgen. Daar betrekken ze ook het bedrijfsleven bij. Dus ze zijn ook met het bedrijfsleven aan de slag om te kijken hoe die een bijdrage kunnen leveren. Dus volgens mij een heel goed thema, georganiseerd door vrijwilligers. Dus dat spreekt ontzettend aan. Het evenement wordt georganiseerd in augustus volgend jaar. De organisatie verwacht dan dat er ongeveer 300 gehandicapten op afkomen.